Ja, je kan niet eventjes zomaar het centrum inlopen en een winkel in gaan. Bij een damesmodezaak in Wiegen vragen we hoe ze tot nu toe met de winkelsluiting zijn omgegaan. Toch de hele grote stap genomen uh, om foto's en filmpjes op te nemen. en die op Instagram en op Facebook te zetten. Mm -hmm. En dat werkte wel. En dan hebben wij het hier allemaal ingepakt met de dames samen. En, uh, en dan bezorgen. Dus uh, mijn ouders er nooit zoveel gereden, denk ik. Vanaf woensdag 3 maart mag de winkel weer onder voorwaarden open. Hoe gaat ze dat nu aanpakken? Dat hebben wij als volgt geregeld. We hebben een agenda gemaakt. En in die agenda kan een afspraak gemaakt worden per 10 minuten. En dan mogen wij twee dames binnenlaten in de winkel. En dan de afgesproken tijd. En dan moeten ze ook weer weg zijn. Want dan staat de volgende weer voor de deur. Dus zo gaat het werken. 10 minuten, 20 minuten, iedere keer 10 minuten erbij. Dus we hebben ook dames en die uh, reserveren een uur. We hebben er verschillende gemeld en uh, die staan ook in de agenda. Maar het is wel moeizaam, vind ik, ja. Ja, ook omdat dames zich bezwaard voelen van... ja, maar als ik nou niks kan vinden en dat vind ik dan ook vervelend. En, ja. Uh, ja, maar ja, goed, dat is natuurlijk altijd zo. Maar nu voelen de klanten ja. zich daar wel bezwaard bij. Ja. Er zijn wel heel veel bekende klanten. Dus uh, ze kunnen me wel zeggen een beetje wat ze in gedachten hebben. En dan kunnen we alvast wel een rekje voor ze maken. Ja. Dat is altijd mogelijk. Ja. Maar de meesten hebben wel zoiets van... ik wil ook zo lekker even door de vakken heen snuffelen. Ja. De beleving, die moet er weer zijn. En dat vind ik leuk om te gaan doen. Dus uh, ik verwacht dat er heel veel gesnuffeld gaat worden.